Ik denk dat die plekken meer hebben, want die werkt meer dan de voetballers. Ik ben mentor geworden bij de Bijtvel, misschien in de eerste plaats voor mezelf. Omdat ik graag meer voeling zou hebben met de gemeente waar ik in woon. En omdat ik ongelooflijk benieuwd was om de kinderen uit mijn gemeente, Sint-Jans-Molenbeek, te ontmoeten. Natuurlijk omdat je op geen betere manier kunt weten wat er leeft dan door met de kinderen te spreken. Gewoon simpele dingen. Als ik merk van, oké, na een paar lessen gaan de stilletjes spontaan al een pak luider gaan praten. Treuzelen ze niet meer voor ze starten aan een presentatie en zijn ze gewoon op een gemak en rustig, als ze iets moeten zeggen voor een groep. Ik vind dat fantastisch om te zien, want ik denk echt wel dat een toekomst er toch echt een beetje gemakkelijker op zal worden op die manier. Ik ben Josephie, ik werk hier in Ket en Kom Bollenbeek. Ik sta hier samen met mijn collega in het 5e/6e studiejaar. Het is een graadsklas, dus wij werken ook in co-teaching verband samen met 5e/6e door elkaar. We zijn in contact gekomen met de Bijtvel door het brede schoolnetwerk. En het brede schoolnetwerk brengt verschillende scholen in contact met organisaties, vooral maatschappelijk gezien. En op die manier is de Bijtvel een proefles komen geven hier in het 5e studiejaar. En verschillende leerlingen hebben zich meteen ingeschreven. Ik dacht gewoon dat het leuk zou zijn en dat vind ik ook. En ik ben hier gekomen om meer zelfvertrouwen te krijgen. Om beter te kunnen debatteren en beter voor mijn Nederlands. Marianne heeft net gezegd dat het is niet normaal dat voetballers winnen meer zijn dan bakkers. Bijtvel komt elke maandag naar deze school. Dat maakt dat onze kinderen niet naar een andere locatie moeten gaan en dus hier blijven. Ik blijf altijd hier op school om te zien dat onze leerlingen echt naar daar gaan en dat goed werkt. En op die manier heb ik ook altijd contact met de mensen van de Bijtvel of het goed loopt. En ik vraag elke keer op dinsdag en zelfs de week daarop of zo aan de leerlingen van hoe lukt het, wat leer daar, zijn er dingen die we kunnen doen hier in de klas? En dan hetgeen wat zij daar leren, want dat zijn niet alle leerlingen die daar naartoe gaan, dat brengen we in de klas en dat leren zij aan de andere leerlingen. En zo werkt de school samen met verschillende andere organisaties hier binnen Molenbeek. Wij proberen echt de maatschappij binnen te trekken in de school en de school buiten te trekken naar de brede wereld om van onze leerlingen echt wereldburgers te maken.